Friese Ringland. Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Andere Carrière-mode. We beginnen met de match tegen AA Gent in de Jupiler Pro League. Vorige keer waren we gewonnen tegen Lokeren en dus we waren weer positief bezig en het zag er weer goed voor. Oké, daar gaat Cums. Cums schiet, maar die bal wordt gestopt. De Donker! En die gaat naast. Anderlecht draait niet zo lekker dit seizoen, we weten het allebei, het gaat niet zo goed. En dan bijna het doelpunt via de hoekschop en Agen zet druk, maar ze komen er nauwelijks uit. Het is Anderlecht dat vooral de druk zet en constateert de Donker. Bijna de hol. Theodorsik, oh, die verslecht zich in die bal, zeer spijtig. Theodorsik. De voorzet, ja, oh. Och, we gaan rusten met de stand 0-0. We kunnen deze match nog winnen. Het is zeer belangrijk dat we hier de 3 punten pakken. We kunnen deze match winnen. Oké, dat gaat Agent weer. Kubo. Kubo, ja. Nee, Agent, nee, toch niet. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Anderlecht, oh, van Vet. Wat een shot. Bijna die 1-1. Nou, het is afgelopen. Het is ongelooflijk. We verliezen deze match tegen Agent. En we zijn drastisch. We moeten onszelf in de spiegel kijken. We moeten naar onszelf in de spiegel kijken. En kijken we dat er fout loopt. Kijken we dat er mis is. Wat is er mis met dit team? Waarom draait het niet? Waarom draait het in de voorbereidingen zo goed? En waarom gaat het nu bergaf? Dit begrijp ik niet. Waarom dit het zo bergaf gaat? Kagent en RC Anderlecht 1-0. We hebben meer kansen gecreëerd, meer schoten op doel. En toch verliezen we deze match. We doen een training. Met zondag gaan we trainen. En Oyekuru. 3, 2, 1. 5 seconden zijn voorbij. En de Donker is er ook bij gekomen. Maar ja, we hebben deze match niet gewonnen. Maar de volgende match is tegen Paris Saint-Germain. Voor de Champions League. Wat gaat dat zijn? Gaat er een totale afstraffing zijn? Ach, gaan we zorgen voor een mirakel. Ontslagkosten voor die ander, de Donker betaald. Dacht tegen Roos, ik wilde laten weten dat Everton akkoord is en zijn we betaald. 24 miljoen euro, dat laten we niet gebeuren. Nee. Deze laten we niet vertrekken. Dus ik maak een bieding van de Donker. En ik spoel het even vlug door. Fijne minuut bieden. Ik wil een contractverlenging. Huidige salaris is 25.000 euro. Accepteren. Ik heb dat hier allemaal, ik ben het ermee eens. We boeken een wat vooruitgang. Laten we een overeenstemming bereiken. Oké, eerst doe ik 2 jaar, maar de Donker zelf. Ik had het echt niet verwacht. Ik wil 4 jaar. Oké, dan krijg je 4 jaar. Als je dat echt wil, accepteren. En ontslag, consulaire voorstellen. En dat is dan 20 miljoen euro. Dat hebben we ook gewaardeerd. Voilà, natuurlijk. We kunnen akkoord gaan met je ontslag. Nu de salaris. En zijn salaris bespreken. En dat draait om. Zij zot, dan 43.000 euro. Nee, 30.000 euro aan tekengeld. 500.000 euro zou wel goed genoeg zijn voor de Donker. Dank je voor het kijken. Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video van FIFA Macho van het FIFA Macho kanaal. We zijn er weer klaar voor. Het is de topper tegen Paris Saint-Germain. Het is ongelooflijk, dames en heren, de topper tegen Paris Saint-Germain. Waar jullie allemaal op hebben gewacht, is nu eindelijk zover. En ik ben bang. Ik ben bang dat we weer gaan verliezen. Dat we weer met hoge cijfers gaan verliezen. Maar het kan natuurlijk beter. We kunnen voor een mirakel zorgen. We kunnen die top bereiken. We kunnen het maken. Oké, we hebben verloren tegen Agent. We hebben gewoon tegen Loken. We hebben verloren tegen Charleroi. We hebben gelijk gespeeld tegen Oostende. En nu moeten we tegen zo'n groot mag spelen. Wat Neymar speelt. Cavani. Maar we kunnen iets gaan. Het is een Parc des Princes. Het is thuis in Paris Saint-Germain. Dames en heren, welkom bij de topper van vandaag. Paris Saint-Germain tegen RC Anderlecht. Commentaar Evert ten Apel en Jurie de Mulder. Kijk eens hoe mooi het stadion is. Daar is de bal. Wat een lelijke bal van EA Sports. Daar verbanden ze dus een techniek mee. Kijk, Anderlecht is er klaar voor. Champions Cup. We zitten in de groep van Manchester City en CSKA Moskou. We moeten toch zeker derde eindigen in die groep. Oh my god. En als we bij de eerste 2 eindigen, dan is dat een mirakel. Anderlecht. Neymar, Cavani en Di Maria. Verratti, ze spelen met de beste elftal. Precies voor mij. Het, oh. We zijn nauwelijks 3 minuten bezig. Eerste kans. Direct op de trap. Paris Saint-Germain schiet hoog over Neymar. Anderlecht. De Donker. De Donker. De Donker schiet. Die bal zat er bijna in, jongen. Heb je dat gezien? Die bal zat er bijna in. Leander de Donker. Wat een shot. Cavani. Cavani naar klaar voor Neymar. Neymar schiet. Neymar. Oh, dat klopt. Bijna die 1-0 voor Paris Saint-Germain. Het is ongelooflijk. Anderlecht.
Spijt. Over, maar we proberen die druk te zetten. Dus kunnen we druk zetten. Oh, je kunt stilstaan. Het gaat goed, maar ik wil het allemaal. Ik kom molokkers. Geld meer, maar respect, broer, ik wil het allemaal. Ik kom molokkers. Anderlecht Paris Saint-Germain, Henri Onyekuru, dames en heren, wat een goal. Stilstaande fase en het is 0-1. Paris Saint-Germain gaat Cavani lag klaar. Nee, we pakken die bal af. Goed gedaan, Anderlecht. Nee, maar, weer terug in de bal. We zitten in de tweede helft. Cavani kan klaarleggen voor Neymar. Cavani. Nee, het is goal 1-1. Godverdomme, 1 tegen 1. Het was te mooi, Maratti, Verratti, Anderlecht, Missonda, daar kan ik klaar voor een koers, dit is ongelooflijk, dit is de kans, dit is de, oh my god, 1-2, wat een lekkere goal, oh my god, Anderlecht, Missonda met de voorzet, we kunnen niet winnen tegen Ajax, maar we winnen niet met 1-3 tegen Paris Saint-Germain. Wat een wereldmatch spelen we. De supporters gaan uit hun dak. Kijk naar die goal van Lucas Theodorczyk. Wat een kopgoal, Anderlecht. Het kan 1-4 worden, gewoon 1-Kuru. Dan staat er vrije ruimte, maar Simon Bruno 10 minuten voor tijd. Het kan 1-4 worden, wat doet hij? Het was een lopje bedoeld. We doen nog een wissel. Oh my god, het is een taftal nu. We zitten in de slotminuut. We zitten in de het is afgevloot, dames en heren. Zij gewonnen. Ongelooflijk. Een applaus. Ongelooflijk dat we winnen tegen Paris Saint-Germain. We winnen tegen Paris Saint-Germain met 1-3, dames en heren. 16-11, 2 schoten op doel tegen 5. Dank je voor het kijken, dames en heren. Volg me op Snapchat. Ik zie je terug in de volgende video. Yo!